Woensdag is er geloot voor de beker. Jullie hebben FC Twente geloot. Jullie hadden het beter kunnen treffen. Nou, misschien had je het op papier wat makkelijker kunnen treffen. Maar ik vind het eigenlijk wel eens keer onze verdiende loon. Dat wij op papier misschien wel de moeilijkste wedstrijd hebben uit naar Twente. En, die handschoen die pakken wij op. En lijkt me een enorme uitdaging om via Twente naar de finale te gaan. Maar de eerste waar ik aan denk als tegenstander is FC Utrecht. En dat is zondag. En die andere wedstrijd is 7 april. Dus dat kan nog wel even in het vriesvak. Jullie spelen bijna 3 wedstrijden in 1 week. Hoe hou je de spelers een beetje fit? Volgens mij zijn wij zondag geheel hersteld. En dan krijg je weer een situatie dat je 1 keer 3 wedstrijden in de week hebt. En dat moeten wij op kunnen brengen, denk ik. En daar gaan we in ieder geval voor. Betekent dat ook dat je met dezelfde 11 gaat starten als tegen Cambuur? En heel vaak kun je aan de kleur van de hesjes op de training kun je zien wie die dan spelen. En dan laat ik dat altijd aan de journalisten over om zelf maar hun eigen conclusies te trekken. De transfermarkt sluit aanstaande zaterdagnacht. Jullie hebben vandaag iemand op proef. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, we hebben vandaag op proef en we hebben vanmorgen al heel vroeg een gesprek gehad met Ellie Babalje. Zwits, 23 jaar, Australiër, met een Servische afkomst. Zit helemaal op een dwaalspoor bij AZ. Dus dan is het beste om te vertrekken en het zou kunnen zijn dat hij bij ons aansluit. En ik denk dat daar vandaag een beslissing over valt. Dan nog de zaak Lukoki. Hij is woensdag is bekend geworden dat hij voor de rechter moet verschijnen. Wat hoop je dat daar uit gaat komen en denk je dat hij de woensdag bij is tegen Dordrecht? Nou, volgens mij ben ik niet de juiste figuur om op die zaak te reageren. Wat ik allemaal heb gehoord van de club en van Jody, ja, is het allemaal niet zo schokkend. Maar het zijn wel serieuze dingen. Maar dat is iets, hij zit goed in zijn vel en hij kan zich prima focussen op FC Utrecht. En Jody is geen crimineel. En hoe dat precies zit met dat horloge, dat hoor ik wel.